De Partij van de Arbeid werkt niet alleen in Den Haag aan een beter Nederland, maar in het hele land. In veel steden en dorpen hebben we PvdA-ombudsteams. En dat worden er steeds meer. U bent bij de ambtenaar geweest? Die kon u niet helpen. Oké, we gaan dit samen oplossen. Vertrouwen moet je verdienen. Door het werk met onze ombudsteams laten we ook echt zien dat we er voor de mensen zijn. Hoe gaat het hier? Het is heel erg druk de laatste tijd. Er zijn heel veel problemen met woningen, met hele hoge stookkosten in één keer. Of bijvoorbeeld schulden, onterechte kortingen die doorgevoerd worden. Bijvoorbeeld Kobi, die kreeg een onterechte korting. En wat verloor je toen, hoeveel geld? 75 euro per maand. Ja. En dan loop je gewoon helemaal financieel vast met alleen je arbeid. Ja, dat klopt. De Partij van de Arbeid die heeft mij geholpen om dat uit te zoeken. Of dat wel terecht was. Ja, het kost ons ook behoorlijk wat moeite om erachter te komen wat er dan precies aan de hand is. Want het is allemaal ingewikkeld geworden. En het bleek gewoon dat het onterecht was. Dus toen is het weer teruggegeven. Ja. Dat heb je met terugwerkende kracht heb je teruggekregen. Ja, dat was een cadeautje. Hè? Nou ja, je had er recht op, maar het is wel mooi. Ja, het was heel fijn. Ja. Ja, we hebben ook andere mensen hebben geholpen die in dezelfde situatie zaten als u. Daar ben ik wel heel blij om. Dat is de kracht van de Partij van de Arbeid. Dat jij hier aankomt, dat jij ons vertrouwt, dat we jou kunnen helpen en mogen helpen. Ja. En dus alle mensen die in dezelfde situatie zitten, niet alleen hier in de stad Utrecht, maar in heel Nederland. Ja, fantastisch. Het was een hele koude winter. Ondanks dat is nu al mijn afkomen sluiten. En niet ik alleen, heel veel mensen in Almere hadden ze afgesloten. Het was ijs en ijskoud in die periode. Kleine kinderen in huis. Dus dat heeft ons ook geraakt, laat ik het zo zeggen. We hebben publiciteit gezocht. Het heeft ons heel veel reacties uit de samenleving opgeleverd. Maar het moest natuurlijk ook opgelost worden. En dit is niet een kwestie die je zeg maar even plaatselijk kunt oplossen. Dus vandaar dat we toen met jou, Hans, contact hebben gezocht, Tweede Kamerfractie. Ik heb gelijk met Diederik Samson toen vragen gesteld. En dat heeft ervoor gezorgd dat de wet wordt aangescherpt. En mensen niet meer vanaf oktober tot april in de kou kunnen worden gezet op deze manier. Nu ontsluit alsnog gezinnen aan. Dus ze zijn gewoon weer aangesloten dankzij PvdA. Ja, dit is echt een van de zaken waar ik nog steeds wel heel erg trots op ben. Dankzij dat hij bij jullie is binnengekomen, hebben we niet alleen voor deze vrouw en haar kinderen heel veel betekend, maar voor heel veel mensen in het land gewoon direct verschil gemaakt. Een warm huis in plaats van een koud huis. Heeft u ook een vraag of wilt u meewerken met het ombudswerk? Bel of kom eens langs. Thank you.